We staan hier bij Wesley Plezier. Zojuist zijn allereerste WDF-titel gewonnen volgens mij. Ja, ik neem aan dat je er wel lekker blij mee bent, of niet? Uiteraard, ik heb er ook geen woorden voor, eerlijk gezegd. Ik weet niet wat ik moet zeggen eigenlijk. Ja, dat maakt niet uit, het komt helemaal goed. We kennen jou natuurlijk vooral dit seizoen van al die kwalificatietoernooien waar je gewoon op de Eurotour staat. En daar ook nog even goed presteert ook. Heb je het gevoel dat je nu ook op je, nou niet op je top, maar dat je het beste aan het spelen bent in lange tijd van jouw carrière? Ik denk dat dit wel mijn beste jaar tot nu toe is uit mijn carrière. En ik ging hier ook heen met het gevoel van, ik weet het is mogelijk om een WDF-titel te winnen. Maar dat het echt zou gebeuren, dat had ik niet, had ik niet gedacht. Het lukt gewoon. Je gaat nu stijgen op die ranglijst. Ga je nu bedenken van, oh, misschien kan ik een ander toernooitje pakken om dan leeks uit te halen ofzo? Ja, kijken wat er is. Voor mij is PDC het belangrijkste. En ik zit ook qua tijd met mijn werk en uren. Ja, ik snap het. En dan, je zegt inderdaad, PDC heeft de prioriteit. Moet je er eigenlijk wel van uit kunnen gaan dat jij gewoon een tourkaart pakt en gewoon bij die 128 darters volgend jaar zit? Ik hoop het wel. Als ik zo door blijf gaan, dan zie ik goede kansen volgend jaar. En we gaan zien wat er gebeurt. Yes, nou, wij genieten nu van je op de Eurotour en vandaag ook hier in België. Nogmaals gefeliciteerd. Dankjewel.